Op 8 mei 2021 bestaat onze volksvertegenwoordiging precies 155 jaar. Op deze dag in het jaar 1866 werd de eerste vergadering officieel geopend. In het kader van 155 jaar volksvertegenwoordiging van de Republiek Suriname maken wij een luchtig gesprek met gewezen voorzitters van het parlement. Goeiedag en welkom bij 155 jaar volksvertegenwoordiging van de Republiek Suriname. In deze aflevering praten wij met mevrouw Jennifer Simons. Mevrouw Jennifer Simons is na de verkiezingen in 2010 gekozen door het parlement en zat na 2 termijnen na elkaar aan als voorzitter. Te weten, 30 juni 2010 tot en met 29 juni 2015 en van 30 juni tot en met 29 juni 2020. Als lid van de Nationale Assemblée zat zij de volgende termijnen aan. Van 9 juli 1996 tot en met 23 juli 2000, van 24 juli 2000 tot en met 29 juni 2005 en van 30 juni 2005 tot en met 29 juni 2010. Wij nemen u mee naar het gesprek. Goedemorgen mevrouw Simons, mag ik u van harte welkom heten. We zitten hier zo samen met u om te praten over 155 jaar parlement. Dit jaar herdenken we op 8 mei 155-jarig bestaand parlement. Jammer genoeg kunnen we het niet doen zoals we het normaal zouden doen. Heel dicht bij elkaar zitten vanwege COVID. Maar omdat we in een open ruimte zitten, we hebben daar net onze temperatuur gemeten en onze handen ontsmet. Dan denk ik dat we dispensatie hebben om toch die 1,5 meter afstand te houden en onze mondkap af te doen, als u het niet erg vindt. Ja, we zitten in de wind. We zijn inderdaad 1,5 meter afstand, dus we gaan dat zo proberen. Dank u wel. Trouwens, hoe gaat het met u? U ziet er echt ontspannen uit. Het gaat goed. Ontspannen. We zijn blij dat te horen. Ja. Na overhandigen van het zittingsverslag 2015-2020 aan de huidige voorzitter, zie ik u nu terug. Wat heeft u al die tijd gedaan in uw vrije tijd? Nou, ik werk natuurlijk aan een aantal dingen. Ik blijf bezig met Suriname. Ik besteed meer aandacht aan mijn eigen werk als arts. Ik ben vooral bezig met lifestyle medicine, mensen te begeleiden. Voorlopig nog op een laag pitje. En ik heb een nieuwe kleindochter, dus daar ben ik ook veel mee bezig. Ik heb wat oude hobby's opgepakt. Die verdeling tussen werk en vrije tijd is dan wat meer in de balans gekomen dan wanneer je zo fulltime bezig bent als voorzitter. Oh, is heel goed om dat te horen. En u heeft 2 termijnen aangezeten als voorzitter. Ja. En toevallig heb ik u beide termijnen meegemaakt. Eerste termijn was 2010-2015 en tweede 2015-2020. Ja. Heeft u bewust ervoor gekozen om beide termijnen aan te zitten? Ja, bewust. Toen in 2015 de NDP de verkiezingen won, is ze me gevraagd of ik iets anders zou willen gaan doen. Maar ik heb bewust gekozen om nog een termijn als voorzitter te dienen, omdat we net begonnen waren met z'n allen een programma voor institutionele versterking en verbetering. En ik dacht dat het belangrijk was dat ik nog een fase zat om te helpen om dat programma verder te trekken. Trouwens, hoe is het aan toegegaan met dat van institutionele versterking? Heeft u uw doel bereikt? Ik denk dat we veel hebben bereikt, maar een van de belangrijke lessen die je leert wanneer je bewust bezig bent binnen de overheid, overheidsinstanties, is dat veranderingen, verbeteringen, vooral als het grote veranderingen zijn, dat je die echt niet in 3-4 jaar gaat realiseren. Het kost tijd en dat is ook iets wat ik mee wil geven aan zowel de opvolgers als andere mensen die binnen de overheid werken. Besteed elke dag tijd eraan, werk met andere mensen samen, want alleen ga je het niet kunnen doen. Maar verwacht ook dat het jaren kost om de stappen te zetten. Het gaat niet heel gemakkelijk, maar als je blijft werken en vooral als je
ondersteuning zoekt voor wat je bezig bent te doen, dan lukt het wel. Ja, vooral met de COVID-situatie waarin we nu zitten, denk ik dat het echt heel veel tijd zal nemen en toch wel langer dan gepland zal gaan duren. We hebben onze setting moeten veranderen omdat we in de open lucht zitten en er heel veel wind is. Maar ik denk dat we nu een beetje anders zitten en dat we dan er veel minder last van hebben nu. We waren bezig met dat deel van uw hoogte- en dieptepunten als voorzitter in het parlement. Ja, ik werk niet zozeer met hoogtepunten en dieptepunten in de zin van momenten. Omdat ik vind dat al die dingen onderdeel zijn van het werk en van het leerproces. Maar ik heb wel als hele positieve zaken ervaren de medewerking die ik toch heb gekregen om de veranderingen, de verbeteringen voor het instituut, de Nationale Assemblee, te helpen realiseren. De medewerking van vooral medewerkers, maar zeker ook van leden. En ik memoreer hierbij zeker ook mevrouw Ruth Weidenbos in de eerste periode, die in de oppositie zat, dus we hebben dwars over politieke geschilpunten heen wel een gezamenlijke werkrichting gehad waar betreft het versterken van de Nationale Assemblee, het meer opengooien van het instituut voor de samenleving en daarin heeft ze mij zeker ook ondersteund en alle leden ook wel. Het is heel belangrijk wanneer je dit soort van zaken doet dat je realiseert dat je niet alleen kan doen. En dat je dus draagvlak moet hebben, dat heb ik gezocht en ook inderdaad gevonden. Dat zijn hele positieve zaken. Ook de vicevoorzitter Bouva in de tweede periode moet ik memoreren. En ook de leden van de Nationale Assemblee allemaal. Dat is voor mij dus een hoogtepunt in die zin van een heel positieve zaak. Dat we dat toch hebben kunnen realiseren met elkaar. Mooi. Klinkt goed. Wat is de moeilijkste taak van een voorzitter van de Nationale Assemblee? Ik denk dat het verschilt. Als we naar de historie kijken en de taken toen van wat we noemden het Surinaams parlement en misschien de koloniale staten, dan zijn de taken van de voorzitter natuurlijk en zelfs ook van de leden behoorlijk veranderd. We hebben in de wereld en ook in Suriname een ontwikkeling gezien van de volksvertegenwoordiging. Het is eigenlijk een ontwikkeling die ik wil betitelen als een ontwikkeling van een parlement, waar mensen echt alleen kwamen om te praten, te vergaderen. De griffier schreef de vergaderingen uit, de voorzitter zit de vergaderingen voor en dan gaat iedereen naar huis, bij wijze van spreken en dan tot de volgende vergadering. Die parlementen hebben zich ontwikkeld tot volksvertegenwoordigingen en in bredere zin. We zien dan ook internationaal bij de IPU, de taken van parlementariërs, toch? Je hebt verschillende taken als parlementariër. Niet alleen om wetgeving te bestuderen en te maken of meningen naar voren te brengen, maar ook het veld in te gaan, te weten wat er speelt in de samenleving, onderzoek te doen op vrij ingewikkelde vraagstukken die zich voordoen in je land en in de wereld. En om daarbij ondersteund te worden door deskundigen. Om zodoende niet alleen een mening te hebben, maar ook vaak te helpen met het voorbereiden van allerlei beleid en de voorstellen te kunnen doen. Dus het parlement heeft zich ontwikkeld tot een volksvertegenwoordiging in een veel bredere zin van het woord. En dat is de Nationale Assemblee inderdaad behoorlijk mee opgeschoten. Dus er is nog werk te doen, maar we kunnen wel zeggen dat die transitie heeft plaatsgevonden. Wanneer dus een voorzitter was vroeger, moest je een vergadering leiden. Nu was ik eigenlijk een soort transitievoorzitter. Ja. Een voorzitter die besloten heeft samen met de leden om een nieuw tijdperk in te gaan. En dat betekent dat je als voorzitter ook taken bij kreeg die misschien andere voorzitters voor jou en misschien ook na jou niet zullen hebben. Omdat je dat proces moet duwen. Het gaat niet vanzelf. En verder de leiding geven ook aan de mensen, de staf, waar mensen werken, zijn er altijd dingen. Je moet ook een persoon zijn die oor heeft voor de mensen, naar ze luisteren. Je moet als voorzitter toch een beetje tussen de twee zijden staan, oppositie, coalitie. Ja. Je behoort natuurlijk tot de coalitie, maar je kan niet alleen voor de coalitie werken. Dus eigenlijk boven partijen staan. Je moet zoveel mogelijk boven partijen staan. Je moet zoveel mogelijk parlementariër zijn.
om alle kanten van het parlement de gelegenheid te geven om een zegje te doen. En zoals ik vaker zei, ik ga altijd voorkomen dat het parlement met mond vol tanden zit tegenover de regering. U weet, dat gaf ik altijd toch nog een beetje de kans om. Heeft u nog steeds het idee dat de parlementariërs de stem van het volk vertolken in het parlement? Ja, het is geen idee. Het is een van de grondwettelijke taken, toch? De Nationale Assemblee, die vertegenwoordigt, die is de vertegenwoordiging, vertegenwoordigt de soevereine wil van het volk. En het is eigenlijk een van de hoofdtaken. Men zegt vaak dat de Nationale Assemblee de wetgevende macht is. Maar dat staat niet in onze grondwet. De Nationale Assemblee deelt de wetgevende macht met de regering. De Nationale Assemblee is in ons bestel echt de volksvertegenwoordiging, het hoogste orgaan van de staat, met toezicht op de regering. Het is toezicht en ondersteuning. En dat hebben we ook in onze projecten, in de institutionele versterking, heel duidelijk in de projectdocumenten, in onze begrotingen opgenomen. Enerzijds is het de controle van de regering, anderzijds is het natuurlijk beleidsondersteunend. En daarom moet je onderzoek doen als parlementariër. En daarom heb je deskundigen nodig. Dat is de transitie van het instituut. En het volk moet precies weten wat je doet. Vandaar ook DNA-TV en al dat soort van dingen. Dus je ziet, afhankelijk van wanneer je voorzitter bent, zullen die taken een beetje verschillen. De vaste taken die staan in het reglement van orde. Oké. Eenmaal u het heeft over de wetgevende macht die bij het parlement berust. Hoe was de relatie in uw periode tussen de drie machten? Ja, wat ik al zei, de wetgevende macht is in Suriname verdeeld tussen de Nationale Assemblee en de regering. De regering alleen kan geen wetten maken, dat is in al die landen ook zo, in democratische landen, maar ook de Nationale Assemblee alleen kan geen wet maken. Zowel de regering als de Nationale Assemblee kunnen wetsvoorstellen doen, die worden dan behandeld en indien ze zijn goedgekeurd door de Nationale Assemblee, dan mogen ze tot wet verheven worden doordat de president die wet bekrachtigt en laat publiceren. Ja. Dan pas is er een wet. Ja. En dat samenspel hebben we zien veranderen ook in mijn periode. En ik denk dat dat misschien nu ook doorgaat. Want in elk geval heeft de Nationale Assemblee het instrument van de initiatiefwet gebruikt om achterstanden in wetgeving op sommige gebieden te helpen inlopen. Wij maakten zelf initiatiefwetten, maar ook samen met de regering. Ook als de regering een wet voorbereidde, konden we doordat die als initiatiefwet werd ingediend, gelijk op met bijvoorbeeld de staatsraad en anders konden we gelijk op werken. Waardoor het waarschijnlijk toch is gelukt om een aantal wetten die heel belangrijk waren, zijn voor eigenlijk het overheidsgebeuren, dat we die toch hebben kunnen afhandelen. Dus ik denk dat een samenspel wat wetgeving betreft tussen de regering, de uitvoerende macht meer, en de Nationale Assemblee, de volksvertegenwoordiging, dat dat erg belangrijk is. En er is nog heel wat wetgevend werk te doen, dus ik verwacht dat dat doorgaat. Ja. U heeft zich tijdens uw periode sterk gemaakt voor een open parlement. Van waar het idee? Het open parlement, het is begonnen toen ik voorzitter werd en ik heb toen aangegeven, ik heb me voorgenomen om DNA de plaats te geven die het volgens de grondwet heeft. En toen we de leden daar ook achter hebben gekregen, is het werk begonnen. En een van de belangrijke taken van de Nationale Assemblee is dat wij de Nationale Assemblee de volksvertegenwoordiging is. En als je de volksvertegenwoordiging bent en het hoogste orgaan van de staat, dat betekent dat er geen enkel orgaan in Suriname hoger staat dan de Nationale Assemblee. Het betekent ook dat geen enkel staatsorgaan controle uitoefent op de Nationale Assemblee. Het betekent dat de Nationale Assemblee rechtstreeks onder controle van het volk staat. En dat zien we ook bij de verkiezingen. Ons volk kiest geen president. Ons volk kiest een Nationale Assemblee die dan de president gaat kiezen. En daarom is het een taak van de Nationale Assemblee om het werk dat daar gebeurt zo open mogelijk te maken voor alle mensen in Suriname die belangstelling hebben
zodat de mensen kunnen weten wat daar gebeurt. Zodat de mensen een oordeel kunnen hebben en in de verkiezingen dan ook hun oordeel kunnen uitspreken. Ja. Het is nog niet helemaal waar het wezen moet, maar dat is normaal. Het is een ongoing proces. Het open gaan, het steeds meer informatie geven van het werk dat daar in de Nationale Assemblee gebeurt. Dus daar is het idee. Ik ben natuurlijk, als voorzitter van het parlement, was ik afgevaardigd in de regio om het parlement te vertegenwoordigen in de regionale organen van de parlementen, zoals Palamericas. En daar hebben we het tot een issue gemaakt. Okay. Het open parlement is ook een internationale issue geworden. En de meer formele manieren van een open parlement realiseren heb ik dan meegenomen uit die vergaderingen toen, naar Suriname besproken en het proces eigenlijk geformaliseerd. We hebben in het proces om te komen tot een open parlement hebben we enkele toepassingen, enkele communicatiemiddelen toegepast. En ik denk dat een van ze is DNA TV, we hebben een website, we hebben onze DNA mobiele applicaties die we gebruiken. Heeft u suggesties voor een betere communicatie naar de samenleving toe voor het parlement? Wel, ten eerste moet je de bestaande zaken moeten natuurlijk niet alleen in stand gehouden worden, maar zoals we tijdens het werk vaak ontdekken, zijn er altijd punten die je kan verbeteren. Ja. Dat is, en waarom ik dat zeg, we zitten natuurlijk op dit ogenblik dat dit interview is als land ook best in een crisis. Er is altijd ruimte voor wat je al hebt om te verbeteren en te verdiepen. We hadden de voorbereidingen getroffen en ik ga dan ervan uit dat dat doorgaat, dat zou een belangrijke verbetering zijn om wetgeving uit te leggen. Bestaande wetgeving, nieuwe wetgeving, zodat de bevolking in eenvoudige taal de belangrijkste elementen van elke wet die wordt aangenomen kent. En niet elke wet is van even grote importantie voor de gewone burger, maar vele wetten wel. En de mensen begrepen niet altijd wat al die geweldige termen inhouden. Dus een van de programmapunten die ik niet heb kunnen realiseren is het programma op DNA TV. Ik weet niet wat zegt de wet over de wetgeving. Dus dat soort dingen zijn zeker zaken die gerealiseerd kunnen worden om het verder te verbeteren. De COVID heeft gemaakt dat we verder geen activiteiten nu bijna meer hebben buiten, maar toch wel. Ik heb laatst ingezien, dacht ik, waar meneer Boven aan heeft deelgenomen. Een IPU. Maar het gaat via Zoom. Ja, dus die internationale vergaderingen iets meer. Misschien via DNA TV, dat zijn de dingen. En ik heb van de huidige voorzitter vernomen dat hij dit beleid voortzet. Dus ik neem aan dat de deskundigen die we hebben gekweekt op de voorlichting, die voorzitter ook goed zullen adviseren over waar we verder naartoe kunnen. Ja, natuurlijk gaat het proces voortgezet worden. Ja. We zijn nu bezig met de voorbereidingen en u weet het, tijdens uw periode waren we al zover, maar op enkele kleine dingen na hebben we het niet kunnen uitvoeren. Maar we verzekeren u dat het toch komt dat we de samenleving beter gaan inlichten over wetten. Iets makkelijker, ja. Ze bijbetrekken, met de mensen van de straat praten en ze meer uitleg geven over wetgeving. Dan gaan we over tot het proces van het goedkeuren van wetten in het parlement. Voor al de moderne aanpassingen, heeft u misschien een beeld hoe het eraan toe ging voor de onafhankelijkheid, want we gaan nu naar 155 jaar parlement en we proberen de burgers een beeld te brengen. We proberen de burgers een beeld te geven van hoe het er vroeger aan toe ging en hoe het nu aan toe gaat. Oké, voor de onafhankelijkheid had je natuurlijk, was ik niet in het parlement, was ik een heel jong tiener en zo, maar de wetgeving op zich, die processen zijn niet zo veel veranderd, behalve enkele technische manieren van afhandelen. Waar we rekening mee moeten houden, is dat, laten we zeggen, in de jaren, zeg maar kort voor de onafhankelijkheid. Je had op geen blik een parlement, Surinaams parlement, bestond uit 9 leden. Toen had je 13 leden. Op een bepaald moment had je, ik denk, 21 leden. Toen had je 39 leden.
Je begrijpt dat als je een parlement hebt van bijvoorbeeld 21 leden of 13 leden, is net een commissie bij ons nu. Ja, het is net een commissie. Ja, dat mensen veel meer ruimte hebben om te praten en zo en zo. Dat vergaderingen daardoor, al praten mensen lang, korter duren. Ja. En dat het werk toch wel een iets wat ander karakter had, gezien de toenmalige rol van het parlement van Suriname. Naarmate de... Ik wil ook zeggen dat veel vergaderingen toen ook 's middags en 's avonds gebeurden. Dus de mensen waren 's morgens aan het werken en gingen 's middags naar DNA. Het heette het parlement toen. Ja. En dat lag dus ook aan de kleinheid eigenlijk van het parlement. En we hebben bepaalde momenten gezien waarop we bijvoorbeeld bij wetgeving de behoefte hebben gevoeld om die bevolking toch meer deelgenoot te maken van het technisch werk. Commissies mogen openbaar vergaderen en toen zijn we openbare commissievergaderingen gaan houden, waardoor het dieptewerk ook openbaar was in die laatste commissievergadering en je dan in de plenaire wat korter bezig kon zijn. Normaal was dat je, of is denk ik nog steeds, dat als je geen openbare commissies hebt, dat je dan de leden in het algemeen vrijlaat, zij het behoudensafspraken. Maar de rondes, eerste ronde, tweede ronde, ronde voor de commissie, dat is heel oud, dat mm-hmm. werkt al heel lang zo. Okay. En wanneer alles is opgeschreven, genoteerd en goedgekeurd met alle wijzigingen, dan gaat het naar de regering, naar de president met name, die het moet bekrachtigen en publiceren. En dat proces is niet veel gewijzigd in de loop der tijden. Dus is hetzelfde gebleven? Ja, hoe het heel lang geleden was, dus voor de onafhankelijkheid, koloniale periode, dat zou uit de boeken moeten worden bekeken. Ik denk dat het niet veel verschilt. Okay. Ik weet dat u aan de weg heeft getimmerd om meer vrouwen in het parlement te krijgen. Want het 55 jaar terug hadden vrouwen die ruimte niet. Je had eerst alleen maar mannen in het parlement. Daarna had je een capaciteitskiesrecht, censuskiesrecht en al dat van die dingen. Maar toen u, bent komen aanzitten als voorzitter, heeft u gewerkt aan meer vrouwen in het parlement. Is het belangrijk dat de aanwezigheid van vrouwen in het parlement zichtbaar is? Ja, de reden waarom ik zoveel nadruk erop heb gelegd in de periode 2010-2015 vooral, is omdat we een gestadige groei hadden gekend. Langzaam maar zeker kwamen er meer vrouwen in het parlement. En toen kregen we in de verkiezing van 2010, vanwege de wijze waarop partijen allemaal, kan je zeggen, hun kandidaatstelling hebben gedaan, kreeg je een enorme dip. Ja. We gingen van ongeveer, ik dacht, 23% terug naar iets van minder 10% of zo. Dus daar is toen gebleken dat zelfs wanneer je vooruitgang boekt, als er toch geen actieve rol daarin is, een actieve bevordering ervan, dat je terug kan vallen. Toen is ook met de politieke partijen, dat heb ik toen georganiseerd met alle politieke partijen in DNA, besproken van wat moeten we doen, moeten we wetgeving maken met quota en zo. Niemand was voor quota, maar de partijen hebben op zich genomen toen om vrijwillig, zelfstandig en vrijwillig, dat te gaan verbeteren. En we hebben dus nog een aantal meetings gehad. Ik heb me dus daarom sterk gemaakt ervoor. En met ook toen, laat ik zeggen, NGO's in het laatste jaar de zaak opgepept. Toen moeten zeggen, de partijen hebben hun woord gehouden. Ja. En er zijn veel meer vrouwen gekomen in het parlement. En waarom moet dat? Niet om een andere reden. Vrouwen zijn ook burgers. En we zien ook dat we ons best hebben gedaan in de afgelopen 30 jaar. Dat alle etnische groepen eigenlijk vertegenwoordigd zijn in het parlement. En vrouwen zijn dan ondervertegenwoordigd nog steeds, maar het is dan wat beter gegaan. En ik moedig het parlement ook weer aan om dat niet los te laten. Het staat ook in onze begroting steeds, het gender issue, om dan met de politieke partijen die aanwezig zijn in het parlement steeds te werken ernaar. En met de samenleving om te zorgen dat er altijd voldoende vrouwen ook gekandideerd worden. De mensheid bestaat uit mannen en vrouwen. We zijn in veel opzichten natuurlijk gewoon mens. Maar we hebben vanuit onze positie als man en vrouw toch vaak
op sommige dingen verschillende kijk. En dat hoort eigenlijk evenwichtig te zijn. En we horen elkaar te ondersteunen in die ontwikkeling van de verschillende wetten en het praten over diverse onderwerpen. Dus u bent tevreden over de bijdrage die vrouwen tot nu toe hebben geleverd in het parlement? Ja, ik ben tevreden in die zin als vrouw. Ik verwacht namelijk niet, zoals sommige mensen dat misschien willen zeggen, dat de participatie van vrouwen op zich en uitsluitend alles gaat verbeteren. Vrouwen zijn gewoon mensen. Ze behoren tot verschillende groepen. Ze behoren tot verschillende partijen. Maar ze horen erbij, omdat zij ook deel uitmaken van die samenleving. Als we een democratie hebben, dan moeten de vrouwen er ook bij zijn. Vrouwen hebben wel het voordeel dat ze zijn eigenlijk een nieuwe groep parlementariërs. En daarom roep ik ze ook altijd op. Je bent een nieuwe groep parlementariërs. Je moet niet hetzelfde ding gaan doen als wat er altijd gebeurt. Probeer zoveel mogelijk ook het nieuwe element in te voeren. Ik ben me ervan bewust dat dat een streven is. Omdat, zoals ik vaker zeg, de politiek, dat is een soort systeem. En niet altijd een goed systeem. Wij als mensen in de samenleving, maar ook de politieke mensen, moeten erin functioneren. En het is niet altijd eenvoudig. Maar de vrouwen moeten dus proberen om de vernieuwing ook erin te brengen. Burgers hebben de laatste tijden vaker op hun aanmerkingen over de discussies die gevoerd worden in het parlement. Het niveau van de discussies. Van het 55 jaar terug, tegenover nu. Wat vindt u van het niveau van de discussies? Laat me het zo zeggen. Gedeeltelijk kunnen burgers gelijk hebben dat het niveau niet is wat ze willen. Dan moeten ze eraan werken. Als de burgers het niveau niet goed vinden, dan moeten ze zorgen dat hun politieke partijen goed begrepen dat zij misschien andere niveau mensen daar willen hebben. Aan de andere kant weet ik uit andere landen dat burgers altijd wel kritiek hebben op wat in hun parlementen gebeurt. En dat is terecht, want die burgers oefenen eigenlijk het toezicht uit over het parlement, dus daar heb ik geen probleem mee. Maar het is niet zo dat alles wat gezegd wordt altijd precies zo is. Ja. Het zijn zaken die je hoort en de leden van de Nationale Assemblee moeten goed nota ervan nemen. Maar je kan een hoog niveau van discussie hebben. Je kan professoren in het parlement zetten. Maar uiteindelijk is de Nationale Assemblee de volksvertegenwoordiging. En ik kijk meer, en ik denk dat het volk nog meer moet kijken naar wat die leden doen om zichzelf dan te scholen en goede beslissingen te kunnen nemen over zaken voor hun achterban. Al ben je nog zo'n grote professor, je kan natuurlijk een belang van iemand anders dienen dan van het volk. Dus de discussie is inderdaad één ding, maar wat voor mij belangrijk is, is dat leden zichzelf scholen, begrijpen waar issues over gaan, de afwegingen kunnen maken tussen hun politieke positie en het belang dat ze daar dienen namens die samenleving. En dat is niet eenvoudig, maar hoewel het niveau van de discussie belangrijk is, is dat niet het enige wat belangrijk is. Ja. En misschien moeten we zeggen dat als je praat over het niveau van de discussies, ik heb het ook eens gezegd, want men heeft het ook in mijn periode gezegd, je kan als voorzitter van de Nationale Assemblee, ik of de huidige voorzitter, of welke voorzitter dan ook, je kan van alles doen om te zorgen dat de leden toegang hebben tot alles, tot deskundigen, tot documenten. Maar het zijn de leden wel zelf en hun politieke partijen die uiteindelijk hun performance daar in het parlement gaan bepalen. En daar kan jij als voorzitter niet zo heel veel aan doen. Wanneer het uit de pan gaat, als leden buiten de orde gaan, dan kan je tot de orde roepen. Maar het niveau van de discussie, dat is toch wel iets dat opgebouwd moet worden in het land, binnen de politieke partijen en door de samenleving, de kritische houding van de samenleving. Mocht het zijn dat ze u wederom vragen om voorzitter te worden in het parlement, zou u die uitdaging nog aangaan? Nou, ik heb gezegd dat ik het parlement, het werk in het parlement, heb ik van zeg maar alle hoeken gezien. Ik heb geprobeerd mijn bijdrage zo te leveren, eerlijk, naar mijn inzichten. Ook al is niet iedereen altijd met mijn inzichten eens, dat is normaal, maar ik heb eerlijk mijn inzichten en mijn werk en mijn krachten alles gegeven. En ik denk dat ik daar de zaak heb afgerond.
De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat je in het leven, afhankelijk van situaties, kan je ergens nodig zijn. Ik zie mezelf niet nog een keer in het parlement, maar we zullen zien hoe het leven gaat. Okay. U heeft als voorzitter toch wel een bepaalde momenten gehad in het parlement waarbij de discussies zo heftig aan toegingen dat een leden zelfs eruit zijn gezet. Ja. Is dat wat de voorzitter eigenlijk wil hebben? Absoluut niet. Je probeert het als voorzitter echt te vermijden. En dat zal ook de mensen die volgden, zullen ook hebben gemerkt dat er vaak dingen gebeurden waarbij men tegen mij toch zei, ja, dan had je die persoon eruit moeten zetten, maar dat wil je liever niet doen. En persoonlijk ben ik echt eigenlijk wel best een parlementariër in hart en nieren. En ik vind dat leden de gelegenheid moeten krijgen, ongeacht of ze misschien van de andere kant zijn, maakt niet uit, om zich te uiten. Men denkt vaak dat mensen en voorzitters de oppositie niet leuk vinden. Maar dat is niet waar, omdat de oppositie een heel duidelijke rol heeft. En dat heb ik ook aan jullie vaak uitgelegd. Ja, ja. Elke regering kijkt ook naar wat de oppositie doet. En als je als voorzitter daar zit en het politieke systeem, het politieke model, maakt dat je ook goed vindt. Heel vaak genoeg dat de oppositie inderdaad opzet. Men moet niet gek doen en men moet niet natuurlijk de vergadering verstoren. Dan moet je optreden. Maar je hebt geen bezwaar als men praat. En ik heb ook een uitspraak die ik vaak heb gedaan. Het parlement is geen theekransje. Wanneer alle parlementariërs het met elkaar eens zouden zijn. Alle leden zouden het eens zijn met de regering. Iedereen was gezellig met elkaar bezig. Wees Suriname, daar heb je pas grote problemen. Ja, voorzitter Sarju, die had een heel andere gewoonte. Soms heb ik dat ook, dingen van hem geleerd eerlijk gezegd. Je leert ook van mensen, dat wanneer de zaken heftig waren en soms de regering bang was dat de oppositie met iets zou komen. Ja. En ik het woord vroeg. En hij niet zeker wist, dan schorste hij die vergadering. Hij vroeg mevrouw Simons, kunnen we even praten? Okay. En hij was een man die geprobeerd heeft steeds zijn parlement rustig te houden. En als hij moest schorsen om dan met iemand te gaan praten, dat deed hij. Ja, dus ik heb in sommige opzichten heb ik daar ook van geleerd. Op 8 mei herdenken we 155 jaar bestaan van het parlement. Heeft u een felicitatieboodschap naar de samenleving toe? Ja, zeker. We hebben 155 jaar geleden een soort volksvertegenwoordiging gekregen, waarbij een klein deeltje van het volk vertegenwoordigd was. Dat heeft zich langzamerhand uitgebreid en we kunnen zeggen dat de huidige vorm, de Nationale Assemblée, die meer is gestructureerd als een volksvertegenwoordiging, dat is dan dus de laatste periode na 1987. Hoewel wij in Suriname en in alle landen waar ik heb gewerkt als voorzitter, vertegenwoordiging in de regionale parlementaire organisaties, al die landen, we hebben altijd kritiek op onze volksvertegenwoordiging. Logisch, omdat alles wat misschien goed gaat of waar wij als een deel van het volk niet mee eens zijn, brengen we dat terug natuurlijk naar wat onze volksvertegenwoordiging doet. En die kritiek is niet slecht. Het is goed, zoals ik al heb aangegeven, maar het is wel het beste wat we hebben. We moeten ernaar streven als volk en als parlement. Om dat parlement zo sterk en zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn volle breedte. En zolang we dat kunnen hebben, dan hebben we in elk geval een randvoorwaarde voor democratie. En wanneer je gaat naar landen waar die democratie er helemaal niet meer is, dan weet je dat je iets belangrijks hebt. Want dat vanaf Delik Faiwani, maar het is alvast iets. En werk eraan om het steeds beter te maken. Daarom feliciteer ik Suriname inderdaad van harte dat het traject tot vandaag is gezet. En dat er een traject van verbetering is gezet in de Nationale Assemblée. Dat wordt voortgezet. Ja. En dat we dus een steeds meer open parlement hebben. Dat iedereen weet wat daar gebeurt. En dat men misschien in de toekomst ook meer invloed kan hebben tussen verkiezingen door. Noem maar op. Het zijn allemaal delen van een proces. Maar het is belangrijk dat we dat parlement hebben. Ja. En ik denk dat we
heel blij moeten zijn daarmee. En ik feliciteer dus Suriname met 155 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname. Ja. Dank u wel voor uw mooie felicitatie, mevrouw Simons. We zijn blij dat u ruimte en tijd heeft vrijgemaakt om ons te spreken. En zien we u gauw terug natuurlijk in een andere setting. Ja, bedankt. En ik wens iedereen ook sterkte in de Nationale Assemblée om het proces verder voort te zetten. Het werk daar is een belangrijk werk, moeilijk werk. En ik wens de huidige setting ook heel veel succes in het belang van het volk van Suriname. Dank u wel. Dat was het voor deze aflevering van 155 jaar volksvertegenwoordiging van de Republiek Suriname. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.